Kaas maken, ertessoep, dierendag. Daar staat Corso Vollehoven vanaf vandaag ook tussen. Want het is groot nieuws. Corso Vollehoven staat op de nationale lijst voor immaterieel cultureel erfgoed. En wat dat nou precies is, dat gaan we hier binnen even vragen. Om het goede nieuws te vieren waren verschillende Corso-liefhebbers en belangstellenden uitgenodigd in de orangerie van Old Ruitenborg. Ook de wagenbouwers waren aanwezig. Zij presenteerden hun ontwerp voor 2013. De feestelijke middag begon met een aantal toespraken. Speciale gasten waren wethouder Luc Greven en Ineke Strauken, directeur van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed. En toen was het moment daar. Voorzitter van de VV's, Henk Veldkamp, mocht officieel bekendmaken dat Corso Vollehoven is erkend als immaterieel erfgoed. En dan staan jullie nu op de Nationale Inventaris. Hartelijk gefeliciteerd. En wethouder, vanaf nu moet u wel zorgen dat het kan groeien en bloeien. Immaterieel cultureel erfgoed, wat is dat precies? Immaterieel cultureel erfgoed, dat zijn tradities en rituelen. Dus cultuur die je aan de ene kant overneemt van je ouders en grootouders en aan de andere kant doorgeeft aan je kinderen en kleinkinderen. En er zijn natuurlijk heel veel tradities in Nederland. Wanneer komen tradities nou op de lijst te staan? De tradities komen op de nationale inventaris te staan als ze een traditie zijn. Hè? Dus ze moeten wel doorgegeven zijn van generatie op generatie. Het moet levend erfgoed zijn. Het mag niet alleen iets van vroeger zijn en bijna verdwenen. Het moet een gemeenschap achter zitten. Mensen die het er passie voor hebben, die er zich voor inzetten. En zij moeten het heel bewust willen doorgeven aan volgende generaties. Dat betekent ook dat ze erfgoedzorg moeten gaan plegen. Dus, en dat is niet niks. En wat betekent het nu voor een evenement als het Corso Vollehoven dat wij op die lijst staan, de nationale lijst? Het betekent heel veel natuurlijk, want jullie zijn eigenlijk van nationaal belang. En je laat ook zien dat, dat jullie een bloeiende traditie zijn, waard om bewaard te worden. En ik kan dan ook heel duidelijk zeggen tegen zo'n burgemeester en zo'n wethouder van, denk erom, wees er zuinig op. Hè? Corso Vollehoven op de nationale inventaris. Gefeliciteerd! Dank je. Ik kus nu niet, want de camera loopt. Wat betekent dat nou voor een Corso als Vollehoven dat wij op die lijst staan? In ieder geval is denk ik heel Vollehoven trots daarop. Ja? En wij krijgen straks een mooi logo wat op ons briefpapier kan. En dat geeft uitstraling en PR. En hoe blij bent u als voorzitter met deze nominering? Ik ben daar heel blij mee. En als ik blij ben, dan is iedereen in het bestuur blij. Dat weet ik zeker. Want ik kan wel zeggen, ik ben blij. Maar dan bedoel ik eigenlijk, wij zijn blij. Ook die wagenbouwers, die zijn blij. Want dat is een erkenning van het werk wat zij al jaren doen. Nou, Dalia Koningin. Hoe blij ben jij als Dalia Koningin van het Corso dat Corso op de lijst staat? De nationale lijst. Ja, heel blij. Dit betekent natuurlijk heel veel voor het Corso. Ze krijgen natuurlijk meer bekendheid. En ja, wie wil er nou niet op die lijst staan? Ze staan op de lijst met, ik heb gehoord met Sinterklaas, Sint Maarten, alle grote festiviteiten in Nederland. En ja, als we op die, natuurlijk de wereldlijst komen, dan staan we samen met de Flamingo van Spanje en met allemaal andere wereldactiviteiten eigenlijk. En ik vind zelf dat Corso daar ook bij hoort. Want waarom hoort het Corso erbij? Ja, door al het werk wat wij in al die jaren hebben verricht met echt heel Vollehoven en omstreken om zo'n groot feest eigenlijk waar te maken. Dat is heel mooi en dat het nog kan. In deze, dat het gewoon kan, dat je samen iets moois kan maken. Het is eigenlijk een soort prijs voor al het werk wat we in die jaren hebben gedaan. En wat vind jij als koningin nu het mooiste aan het Corso? Ja, het was daar de koningin zelf. Toch echt op de wagen zitten en het Corso te openen, dat iedereen naar je kijkt. En je hebt toch echt het hoofd van het Corso zijn, dat is het mooist. Corso Vollehoven staat nu dus op de Nationale Erfgoedlijst.
Dit is een eerste stap op weg naar een vermelding op de internationale lijst van UNESCO. En we staan dus op de nationale lijst. Hoe gaat het nu verder? Komen wij uiteindelijk op de UNESCO-lijst? Dat is natuurlijk een beetje de vraag. Dat is niet vanzelfsprekend dat je op de internationale lijst komt, maar in dit geval zijn er bloemencorso's. Die hebben heel duidelijk die ambities ook laten weten. Hè? Ze zijn zich ook aan het organiseren, landelijk, maar ook met Vlaanderen. Nou ligt het aan de minister. Wil ze wel internationaal gaan nomineren? Wil ze ook bloemencorso gaan nomineren? Want dat is iets wat de staat doet. Kun je ook op de internationale UNESCO-lijst. Maar deze nationale inventaris is ook heel belangrijk. We zullen even afwachten, maar het is wel tijd voor een feestje. Dus zeker tijd voor feestje, ja. Okay.